Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy. Met onze buurtbus gaan wij het land door op zoek naar meningen over onderwerpen die spelen binnen de maatschappij. Elke aflevering leggen we één stelling voor, binnen en buiten de Randstad. Om zo een eerlijker beeld te krijgen van wat de Nederlander vindt. Deze week stopt Lieke in Rotterdam en Moïse in Doetinchem. Mannen gaan vreemd. Nee. Ja. Tegenwoordig is het verschrikkelijk. Wel veel. Ja. Maar niet alle. Alle mannen gaan vreemd. Nee, ik denk het niet. Alle mannen? Of slechte mannen? Ik denk dat het meer het beeld is. Dat je vaak ziet, oh, mannen die flirten met heel veel vrouwen. En dan zal die dus ook niet monogaam zijn misschien. Mannen zijn jagers en die gaan altijd wel op zoek naar iets anders. Ik ben ook een van alle mannen. En jij gaat niet vreemd? Nee. Ik ben 52 jaar met mijn partner. Oh, wauw. En dat is een man. Oké. Okay. En we zijn elkaar altijd trouw gebleven. Je hoort wel vaak, aan één hebben ze niet genoeg of zo. Ik ben 62 jaar getrouwd met mijn man geweest, hoor. Ik had één man, had ik genoeg aan. Dus als je zegt, dat kan niet, dat kan wel. Het kan. Maar waar liefde is, is God. Ik vind het al vreemd gaan als je bijvoorbeeld praat met iemand of wat dan ook en je moet het verbergen voor de ander. Ja. Dan vind ik al dat je fout bezig bent. En er is gewoon iets wat je triggert als man en dat je dat waarschijnlijk denkt ergens anders wel te kunnen vinden en later kom je erachter dat het eigenlijk toch hetzelfde is. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Je houdt toch van elkaar? Dat kan in een paar jaar tijd kan dat toch niet over zijn? Ben je zelf wel eens bedrogen? Eén keer. Ja? Ja, één keer. Hoe was dat? Ja, niet tof. Ben je er nu achter gekomen? In de mobiel kijken. Dus dat is wel iets. En waarom heb je dat, gedaan? Want er was een aanleiding voor jou. Ja, maar bij mannen kun je voelen dat er iets gaande is. Denk jij dat mannen eerder vreemd gaan of vrouwen eerder vreemd gaan? Ja, weet ik niet. Ik denk mannen. In een club of zo, dan zie je eerder een jongen op een meisje aflopen dan een meisje op een jongen. Ja, stel die heeft een vriendin, dan kan je niet ruiken. Meisjes zeggen ook wel sneller, ondanks dat het misschien helemaal niet zo is, oh nee, ik heb een vriend. En dat heb ik eerlijk gezegd een jongen nog nooit horen zeggen. Ah, maar je kan toch niet het dierlijk instinct uitzetten bij een man, come on. Ook niet bij een vrouw, toch? Als je niet in God gelooft, dan heb je een ander kader. Is dat zo? Ik denk het wel, want dan heb je niet die rust die iemand heeft die op God vertrouwt. Jullie vechten niet, je vecht niet. Je moet vechten voor elkaar, hoor. Ja. Denk je dat vrouwen ook vreemd gaan? Ja, ik denk wel dat het inderdaad wel gebeurt. Ik denk het wel. Sterk nog een stukje gelezen in het nieuws dat vrouwen vaker vreemd gaan dan mannen. Is dat blijkbaar, zo? Blijkbaar. Ik denk vooral in deze tijd met social media. In deze tijd dan? Social media, app, Snap, Facebook, Insta, alles. En waarom speelt dat een grote rol? Omdat je veel groter bereik hebt. En veel sneller de spanning op kan zoeken. Zou je niet met iemand zoenen als hij een relatie had? Nee, eigenlijk niet. En je zegt eigenlijk nee, niet? Eigenlijk misschien niet. Toch wel? Ik heb het ooit per ongeluk een keer gedaan. Ja, het blijkt dat gewoon dieren en mensen gewoon vreemd gaan. Dus het is niet speciaal iets mannelijks, het is ook echt iets vrouwelijks. Ik geloof ook niet echt dat we geboren zijn als monogaam. Maar wat we wel afdwingen in de maatschappij nu. Ik denk dat meiden meer echt gaan afspreken om het mannen gewoon zijn wat stil directer, te houden. Bedoel je? Ja, gewoon proberen. Ik denk dat inderdaad meiden het meer sneaky doen. Ben je zelf wel eens bedrogen? Zelf wel eens bedrogen? Ja. Dat wel, ja. Ja, dat is kut. Dus ja. Ik denk dat mannen vrouwen sneller berichten dan vrouwen mannen. En heb jij zelf, terwijl je in een relatie was, wel eens dat soort berichtjes gekregen? Ja. Heb je op je telefoon een leuke? Kom maar door. Hé, Marieke, ik wil je een fijne dag toewensen. Het is weer om weer laarzen te dragen. Mag ik alsjeblieft een oud paar laarzen of hakken leren kledingstukken van je kopen? Ik moet er wel om lachen dat dus gedaan wordt, snap je? Laat in de reacties even weten wat jij van deze stelling vindt. Volgende aflevering zijn we ergens anders en ook weer met een andere stelling. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy.